Welkom bij een nieuwe video. Dit is deel 2 van Staltour. Dat komt omdat de eerste Staltour van Suzanne Woetrum hadden gedaan. Ja, en er is vandaag een gezellige vriendin bij. Yay! Maar nu gaan we mijn Staltour doen. Chloe, ja! Zeg hallo! Sorry, dat vind ik grappig als hij dat zegt. Oké. Okay. Hallo, lieve mensen. Nou, dat was voor jullie. Ja. Dan gaan we naar de eerste pony. We gaan naar de eerste pony. Dit is Sunny Pop. Ja, dit is mijn jam pony. Ik rijd nooit jams, maar dat maakt niet uit. Dit is mijn jam pony. Ja. Oké, sorry. Er gaat hier fout. Suzanne Woodstorm deed niet net iets raars, maar dat maakt niet uit. dit is Sunny Pop. Ik weet niet heel veel over Sunny Pop te zeggen. Sunny Pop is een van mijn lievelingsponies. En is mijn jam pony. En ja, dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen. Oh, Suzanne moet je wel gaan even in de fotomodus kijken hoor. Au, oh. Knakken. Ja, oké. Okay. Let's go to tweede paard. Dit is Angel Glory. Dit is mijn jam paard. Niet mijn jam pony, maar mijn jam paard. Zoals ik al zei, ik rijd nooit jams. Wow, zie mij een hele mooie voet staan. Maar Angel Glory is een van mijn lievelingspaarden. Ik vind het echt jammer dat ze uitgetraind is. Want het was gewoon heel leuk om haar te trainen. Ik ga trainen, maar dat was leuk. Ja, verder weet ik ook niet zoveel over haar te zeggen. Veel uitgetraind, nou dat valt wel mee hoor. Maar, maar ja... Dan gaan we door naar Lara, de pony of de verzorgpony van mijn zus. Ja, ik heb een zus. Maar ja, dat is Lara. Een super schattig paard is het, ponypaard. Ja. Mooiste foto. Waarom? Patat? Oh, werkt niet. Maar we gaan door. Want over Lara wil ik ook niet zoveel te zeggen. Dit is Peppermint. Ja, ik weet niet waarom dit paardje opgenoemd. Dat is een beetje raar. Want ik zei, ik wil super graag de zwarte IJslander. En wat deed ik? Ik kocht de witte. Beetje raar, maar dat maakt niet uit. Peppermint heb ik Peppermint genoemd, omdat ik geen naam wist. En dacht ik, witte pony. Oh, kijk, heeft een kusje. Ja, Peppermint houdt van aandacht en houdt ook van eten. Peppermint is ook een van mijn lievelingsponies. En ja, Peppermint heb ik genoemd omdat hij wit is en ik dacht pepermuntje, hey. Tenminste, een paar. Ja. Dat klopt. Dan gaan we naar een verder lievelingspaard. Dit is Miss Shadow. Een van mijn favoriete beards. Zo dik, zo groot, zo. Mijn lievelingspaard. Omdat het gewoon zo dik is en zo leuk en zo. Sorry, ik hou gewoon zo veel van Miss Shadow en ik vond het ook super leuk om Miss Shadow uit te trainen. Maar dat vond ik wel iets lastiger als om Angel Glory of een andere paard uit te trainen. Ja, dit is inderdaad ook een mooiste paard. Omdat ik toen nog niet zo goed was in trainen, nu ben ik er iets beter in. Oh, ja. Suzanne, even, ja.
Zullen we gaan even mooi dat doen? Dan gaan we naar de stal er tegenover. Geen paard, dus kan ik ook niks over zeggen. Ja, dan gaan we naar Stormfire. Ja, dat is mijn clubpaard, Fries. Ja, verder wil ik daar ook niet zoveel over zeggen. Dan gaan we naar mijn tweede clubpaard, Moonlight. Moonlight komt van mijn neusje. Niet per se dat het paard Moonlight lijkt, maar ik vind gewoon weer paard Moonlight. Hey. Oké, sorry. Verder weet ik ook niet zoveel over Moonlight te vertellen. Ik ga er een beetje snel overheen. I know. Ik zie jullie niet meer. Een beetje langzaam praten. Zal ik doen. Sorry. Dit is Spirit Cookie. En dat is mijn drinkpaard voor nu. Bijna level 14. Ja. Wow. Mooiste hoofd ooit. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar het is alleen. Maar misschien moet ik er even op. Mijn paard is bevroren. Ja, beweegt hij zo weer? Ja. Maar dat is Spirit Cookie en dat is mijn trainpaard. En dan gaan we naar Ice Pepper. Ja, dat paard bedoelde ik met Big Moon. Ja, Ice Pepper, I like you. Sorry, man. Ja. Dit paard is het volgende trainpaard voor mij als ik Spirit Cookie heb uitgetraind. Daarom staat ze ook in de stal. En ja, wil ik nog verder wat paarden in de stal zetten waar ik iets over kan vertellen? Ja, vreedzak. Zus, ik heb weer een leuk paard. Oh, er wil iemand iets weten waar ik deze koop. Oké. Ja, deze koop je in Epona. Ja. Wacht. Oké, maar paardenmarkt in FP of bij FP tussen FP en Moorland in. Ja. Suzanne Woodstorm. Maak kennis met Smikkelbeer. Sorry, ik heb deze Smikkelbeer genoemd. Ik weet niet waarom. Ja, Smikkelbeer. Vond ik gewoon een leuke naam voor dit paard. Zal ik er voor je op gaan, Suus? Oké, sorry, ik stop al. Smikkelbeer is het slow zoals een Starstable helaas. Maar ik vind het echt een leuk paard. Ja. En ik was ook een beetje boos toen ik hem ging uittrainen. Want ik dacht, oh, maar dat duurt zo lang. En... maar ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. Ja. Wil ik verder nog iets laten zien? Ja, ik kan mijn kast niet aan jullie laten zien. Maar het is bijna hetzelfde als Suzanne Woodstorm. Mijn haar. Ja. Is ook gewoon hetzelfde als Suzanne Woodstorm. Ja. Ik heb ook dat haar, alleen het haar dat Suzanne Woodstorm de hele tijd op heeft, dat heb ik helaas niet. Ik heb dit haar dan. Suzanne Woodstorm gaat het haar volgens mij laten zien dat ik bedoel. Volgens mij, ik weet het niet. Ja, dus. Ja, dat haar. Haar heb ik alleen al in een andere soort. Ik heb het zeg maar geverfd. Die haar heb ik ook. Dat haar. Die haar. Maar ja, gaan we de video afsluiten? Sluiten. Oh, en dat haar heb ik ook niet.
Nee. Nee. Wel? Ja, oké. Okay. We gaan de video wel afsluiten. Nou, dan kom ik even naar. En nee tegen Chloe. Oh. Chloe. Oké. Okay. Gaan we hier met z'n drieën naast elkaar staan? Ja, denk ik. Gaat Suzanne Woodstorm in het midden? Wat zijn we aan het doen? Suzie rent weg! Suzie rent weg! Suzie rent weg! Hoe bedoel je? En nee tegen Chloe. Je kan niet... Ja, een beetje zeg jij dat maar. Chloe, we gaan de afsluiten. Kom je naast ons staan? Oké. Dat was de video en tot de volgende keer. Doei!